Wat hebben baardhagamen, luipaardgekko's, wimpergekko's en groene leguanen met elkaar gemeen? Het zijn allemaal leuke hagedissen, maar niet zo leuk als de smaragdskink. Dit is een smaragdskink en in deze video vertel ik je waarom het zulke leuke hagedissen zijn. Mijn enthousiasme over deze soort werd aangewakkerd door een video van Clint's Reptile. En ik weet dat ik niet de enige ben, want er zijn veel meer mensen die deze soort houden dankzij Clint. Daarna ben ik gewoon heel erg op zoek gegaan naar mensen die deze soort houden. Voor te kijken van hoe ervaren zij het. Dat deed ik op YouTube bijvoorbeeld, Facebook groepen. En ja, ik ben me gewoon echt gaan inlezen in de soort. En een collega van mij die werkte bij Dierpark Amersfoort. En zij hebben ze ook in de collectie zitten. En die vertelde me ook nog eens dat ze echt super leuk zijn om te verzorgen en om te houden. Dus zodoende ben ik bij deze soort terechtgekomen. Nou, het is een relatief kleine hagedis, zijn ongeveer 20 tot 25 centimeter. Maar een groot deel van het lichaam bestaat ook uit die staart. Dus dat maakt dat ze niet zo heel erg groot worden. Zoals je ziet zijn mijn dieren voornamelijk helemaal groen. Ze hebben wel wat gekleurde pootjes, wat witte stippen, wat zwarte stippen erop. Sommige individuen die zijn veel meer zwart, sommige zijn zelfs helemaal zwart. Met wat witte stippen. Dus dat verschilt wel een beetje per lokaliteit. En de dieren die ik heb, die zie je in de natuur in Fiji. Ze worden ongeveer 7 jaar oud, dus dat is niet super oud. Maar de reden dat ze zo leuk zijn, is omdat ze zo nieuwsgierig zijn. Ja. Je ziet ze ook, je hebt echt interactie met ze. En dat maakt het gewoon heel leuk. Ik kan ze niet echt oppakken of zo. Ze zijn wel een beetje schuw. Maar ze komen wel vooral naar je toe. En dat maakt de interactie tussen deze soort echt super leuk. En ja, wat mij betreft zelfs leuker dan de meest andere gehouden soorten. Afgelopen december 2023 heb ik voor het eerst mijn koppel smaragdskinken opgehaald. En de zoektocht naar smaragdskinken heeft zo'n 2 jaar geduurd. Dus het is niet een soort die je echt zo overal kan tegenkomen. En de zoektocht voor mij heeft het nog wat lastiger gemaakt. Omdat ik heel graag nakweekdieren wil. Ik heb voor mezelf hier een regel. Op mijn terrariumkamer komen geen wildvangdieren terecht. En deze soort smaragdskinken die worden gewoon heel vaak als wildvangdier aangeboden. Dus je ziet ze regelmatig wel op marktplaats voorbij komen. Maar ja, dan gaat het dus vaak om wildvang. En in 2023, december, vond ik dit koppeltje nagekweekte dieren op de beurs in Ham, Duitsland. De kweker van wie ik ze heb, die heeft de ouders hiervan wel als wildvangdieren. Dus het zijn F1 dieren zoals we dat dan noemen. En ik heb ze gekocht voor €150 per stuk. Dus €300, want het is een koppel. En het liefst wil ik er nog een vrouwtje bij, dus daar ben ik nog naar op zoek. Misschien de volgende beurs in Ham. Maar dan wil ik wel weer een onverwant dier. Dus dat is heel erg belangrijk. Deze dieren komen niet uit hetzelfde nest. Ze komen uit 2 verschillende nesten. Maar wel uit dezelfde lokaliteit. En er is een kans dat het aan elkaar verwant is. Dus nu wil ik een dier hebben die totaal er niet aan verwant is. En dan heb ik een heel mooi triootje. Dus ik ben benieuwd of ik dat voor elkaar kan krijgen. Mijn terrarium is 80 centimeter breed, 60 centimeter diep en 1 meter hoog. En voor de meeste skinken geldt dat ze echt op de bodem actief zijn. Maar de smaragdskinken die komen ook heel vaak wat hoger in het terrarium. Je ziet ze nu hier ook al heel nieuwsgierig zitten. En ze komen wel heel soms voor ook op de bodem van het terrarium. Maar voornamelijk zijn ze actief wat hoger gelegen. Nou, je ziet ook gelijk nu de interactie tussen ze. Ze zijn heel nieuwsgierig. En ze denken natuurlijk dat ze nu eten krijgen, maar dat ga ik ze ook wel geven. Qua bodembedekking heb ik humus met daarbovenop een laagje mos. En ik gebruik ook wat bladeren om het een beetje ter decoratie op te vullen. Ik heb diverse takken in het terrarium zitten. En daar zat een levende plant, maar die is helaas dood gegaan. Dus de rest is allemaal plastic planten, allemaal nepplantjes. En op die manier heb ik het terrarium gewoon mooi voor ze ingericht. De lamp die jullie hier zien is de kwikdamplamp van Reptech. En die lamp die zorgt voor warmte en UVB. Dus dan kunnen ze ook die lekkere UVB-straling opnemen om vitamine D3 goed te verwerken. Het is wel belangrijk dat je daar een lampenkap omheen doet. Want anders dan komen ze tegen de lamp aan en dan kunnen ze zichzelf verwonden. Dus lampenkap is echt wel aan te raden. Daarnaast heb ik een sproeisysteem op het terrarium staan en die doe ik ook regelmatig aan. Maar ik sproei ook nog wel wat plekjes met de hand bij, omdat anders de bodem niet vochtig genoeg wordt. Qua voeding eten ze voornamelijk insecten, maar ze zijn ook gek op van die aangemaakte
papjes die ik ook heb voor de wimpergekko's. En ja, ik geef ze nu wat meelwormpjes, maar ze eten ook wel eens een wasmotlarfje, kleine kakkerlakjes, sprinkhaantjes, krekeltjes, noem maar op. Dus ze kunnen best wel gevarieerd eten. En ja, soms, zoals je ziet, eten ze uit mijn hand, soms voer ik ze uit de tang en soms gooi ik gewoon wat voedseldieren in het terrarium. En ja, dit maakt het natuurlijk een van de leukere momenten, hè, die je hebt met deze diertjes. Dat ze gewoon niet bang zijn. Wat ze nog wel gaan doen, en dat ga je nu misschien ook wel zien, is af en toe nemen ze even een hapje uit mijn hand of uit mijn vinger. Maar gelukkig doet dat niet zo'n zeer. Nou, nu zit hij dus op mijn hand. Soms dan kruipt hij ook gewoon naar mijn schouder of op mijn hoofd. Dus ja, dat kunnen ze ook gewoon doen. En dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ze vinden dat oké. Maar op het moment dat je ze vastpakt, ja, dan worden ze een beetje, raken ze echt in paniek. Dus dan raken ze gestrest. Dus dat moet je niet doen. Je moet ze niet vastpakken, maar je moet ze gewoon zelf hun gang laten gaan. En dan kan je er heel veel mee. Wil jij nou meer weten over de smaragdskink? Laat mij dat dan weten in de reacties. En misschien maak ik dan wel een verzorgingsvideo over ze. Maar ik weet op dit moment nog niet genoeg over de skink om daar echt een goede verzorgingsvideo over te maken. Dus daar heb ik nog wel iets meer ervaring bij nodig. Maar laat het mij in ieder geval weten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten welke hagedis jij het allerleukst vindt. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video.